van binnen. Deze dag stonden mensen Gaston van de postcode loterij bij mij aan de deur. Goed! Ik kom u de cheque brengen, zei er. Ik roep gelijk naar de vrouw, zij me goed met boterhammen smeren. Ik ga morgen niet meer werken. Ja, ik heb één keer met kinderen in zijn wc-burstel gewonnen hebben. Na 14 dagen was ik toch alweer wc-papier gebroken. Nou, zetter, dan heb ik goed nieuws. Want vanaf vandaag kun jij 365 dagen per jaar op vakantie. Ik zeg, man, ik heb nog geen geld om thuis aan de kooi te blijven. Jij zegt dat jij wordt nu de gelukkigste man van heel Limburg. Ik zeg, nou, dan kenst u mijn vrouw nog niet. Toen gaf er mij deze check. Ik zeg, man, de je. Nu val ik al nog een ene slag boven de balken en de normen. Nou zegt er, dan schenk je toch wat aan een goed doel. Heb ik gelijk voor de PVV van Geert Wilders een nieuw touringcarbus gekocht. Om onze Geert het gevoel te geven dat er 56 zetels zijn. Toen heb ik midden in de nacht bij mijn overbuurman aangebeld. Die duidt met een slaperig gezicht op. Ik zeg, ik heb de postcode kanjer gewonnen. Ja, zetter, dat had ze me toch ook mooie vreugel kunnen vertellen. Ik zeg, ja, maar ik wil niet de enigste zien die wat er die hele nacht voor wakker liggen. Ik zeg, mijn vrouw die droomt de s'nachts al weken dat ze met een miljonair getrouwd wordt. Ja, zeg, dat ben maar blij die van mij. Die denkt je er vandaag als ze door de stad lopen. Ik denk, toen ga ze naar de bekker. Trakteer ze nog een keer op het werk. En toen heb ik mijn ontslag gepakt. Ik heb me kapot gelachen. En heb ik zaterdags de baas gebeld. Ik zeg, mag ik ver nog eens even aan de telefoon? Dat werkt hier niet meer, zeg. Zaterdags weer gebeld. Je zegt, wat ligt ze toch die hele dan te vragen? Ik heb die nu al een keer of 10 gezegd. Dat werkt hier niet meer. Ik zeg, ja, maar ik huur dat zo graag, dat je. Mensen, en daar wil ik wat met zeggen. Geld maakt niet gelukkig. Het zorgt alleen voor een hoop consternatie. Zijn Geert Doren maar blij dat ik het gewonnen heb. Ik dank u.